Bad man out and stunting. Kyle them tick like dumpling. Girl with me. Guys, good morning. It's a brand new day. Het is vandaag woensdag en ik ben onderweg naar een hele speciale afspraak. Een hele belangrijke afspraak. Iets waar ik eigenlijk al een tijdje mee bezig ben, maar het vandaag eigenlijk ga vastleggen. Ik ga jullie daar straks meer over vertellen. Ik ben er nu onderweg naartoe. I'm super excited about it. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig, denk ik. Een beetje anxiety. Ja. Ondertussen heb ik ook allemaal leuke spulletjes meegenomen hier in de auto. Want ik ga vanavond in een hotel overnachten met mijn vriendin. En we gaan heel veel content creëren en leuke filmpjes maken en allemaal dat soort dingen. En ook gewoon chillen. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Maar ik vertel jullie straks meer over de belangrijke afspraak waar ik nu onderweg naartoe ben. Because I think that's gonna basically change my whole career. To be continued. Wij zijn hier bij TV Moon. Het was zo gezellig hier. We hebben net een hele heerlijke high tea gehad. En ik ga jullie zo meteen vertellen what is actually going on. Lieve dames en heren, ik ben inmiddels aangekomen bij Hotel Arena. With my girl Nargis. En wij gaan hier vandaag overnachten. Het is echt een super mooie kamer hebben wij gekregen. En we hebben alles al een beetje uitgestald. Allemaal chaos overal hier en daar. Want we gaan allemaal leuke fotootjes maken. Maar wat ik jullie dus wilde vertellen is dat ik was zojuist bij TV Move. Ik had een hele leuke en gezellige high tea. Met allemaal verschillende influencers en creatives en YouTubers. DivaMove is een talentenmanagement. En dat heette vroeger RTL. En ik was daar uitgenodigd om te kijken of ik wellicht met hun samen ga werken. So, I think I have decided to be part of the group. Dus ik ben officieel getekend bij RTL. En wat betekent dat? Dat betekent gewoon, dames en heren, dat ik een management heb momenteel. Zit ik dus bij RTL dan. En de samenwerkingen zullen vanaf nu verlopen via RTL. En ja, zij gaan mij ook helpen met het groeien van mijn YouTube kanaal. Zodat ik natuurlijk leukere video's kan maken. Vaker wat kan plaatsen. En ja, er komt gewoon nog heel veel leuks en spannends aan. Dus ja, ik heb er echt zin in. Maar ik vond het ook wel echt heel exciting. Ik ben heel benieuwd where this is gonna take me. We gaan omkleden en dan gaan wij lekker content schieten. Dus ik zie jullie zo meteen. Guys, wij zijn in het restaurant van Hotel Arena. En this is the first meal. Wontons met kreeft en gamba. En ik heb alweer een andere outfit aan. Heel erg cute. Een hartstikke leuk jurkje. Van mijn webshop. So stay tuned. Dit komt binnenkort online. En ik heb hier al een heerlijke wontons die ik ga eten. En daarna komt er zalm en nog een lekker toetje. So I'm like super excited. Heerlijk! Leuk dat ik het elke dag doe. Mm-hmm. Ik ben echt te laat met die dingen. Good morning, people. It's a brand new day. Oh, Marcus is al haar sieraadjes op aan het doen. Ze heeft een heel mooi pak aan. Waar komt je pak vandaan? Zara. I love it. Het staat je echt mooi. En de sieraden ook. Ik ben echt wel verliefd. Ik snap echt niet waarom ik nooit gewoon sieraden haal. Dan zie ik het bij andere mensen en dan denk ik, oh, ik dat ook. Even kijken wat ik wil zeggen. Wij gaan ontbijten. Het is vandaag donderdag. Nog 3 dagen voor de lancering van de turbans. Oh my god. En ik heb zoveel nog niet geregeld. Het is echt een puinhoop. Ik heb nog een DJ nodig. Ik heb nog een fotoboot nodig. Ik heb in ieder geval de uitnodigingen uitgestuurd voor de mensen die naar het evenement komen. Ook zo super last minute. Ik snap echt niet waarom ik zo'n chaos ben. Ik snap het echt niet. Waarom ben ik zo? Ik moet echt beter mijn leven gaan organiseren. Mijn bruiloft was echt binnen 2 weken geregeld. Like, mensen organiseren hun bruiloft 1 jaar van tevoren. En ik was echt begonnen met het boeken van diensten en alles. 2 weken voor de bruiloft. Like, waar was ik mee bezig? Ja, Allah.
Anyway, ik heb alvast mijn face geprept. Je ziet ook echt dat ik moe ben. Je ziet echt wallen. Ik ben niet eens vandaag naar bed gegaan. 2:30, schat. Voor mij is dat laat. We zijn echt laat naar bed gegaan. We waren echt nog eventjes aan het napraten in bed. En onze kamer is echt zo mooi. Ik ga jullie zo meteen de kamer laten zien. Ja. En ik heb vandaag nog zoveel te doen. Dus beter geen koffie drinken of zo. Terwijl ik niet eens koffie drink, maar... Because I need myself for the rest of the day. I need energy. Het ontbijt is gearriveerd. Oh, yum, yum, yum. Even serieus. Het ziet er zo lekker uit. Ik heb een gembertheetje met poached eggs. En heerlijke fruitsalade. Oh, je hebt ook hetzelfde, hè? Ja, we hebben hetzelfde. Oh, lekker, lekker. En wij zijn in de gym. Oh, jongens. De gyms zijn officieel open. En wij gaan lekker sporten. It's time to make this body work, work, work. Man, man, man. Deze benen moeten echt wat breder gaan worden. The bum needs to be bigger. Lekker wazig. Top. Dus dat is wat wij nu gaan doen. Off to the gym. Inmiddels op kantoor. En ik ben een hele setting hier aan het opzetten om mijn turns te shooten. Die zie je hier achter. So pretty. Kijk. So cute. Dat is wat ik nu aan het doen ben. Licht gaat aan. En ja, echt heerlijk gegymd net. Ik ben helemaal kapot ook. Maar ja, het was wel echt nodig. De sportscholen zijn weer open, dus we kunnen er weer hard tegenaan. Ik ben nu op kantoor en ik ga dit eventjes shooten. En ik ga nog even de weekvlog editen, want ik heb echt mijn vorige week vlog helemaal niet geplaatst. En deze van afgelopen maandag ook niet. Dus ja, het is niet echt heel erg goed voor mij geweest. Maar goed, ik moet het gewoon weer eventjes oppakken. Dames en heren, pull up with my girl, Fleur. The one and only. The one and only. En ze heeft ook lekker een kaasvleetje voor me meegenomen. Ik ben wel op dieet trouwens, maar ja, maakt niet uit. Maar maakt niet uit. Dat ze heeft een heel erg leuk pak aan en we gaan shooten. We hebben van alles mee. Oh my god. My girl is living by herself. Like, ik haal haar op alles. Eigen osso, eigen waggie. She's like... ja, dingen zijn veranderd. Ik ken haar echt, like, sinds... She was like my little sister. Echt hè, ja. En we gingen pull-up op de scooter. We gingen gewoon fotograferen op de scooter. Ik was nog niet oud genoeg voor een auto. Toen pull-up scooter. En nu, ja, tijden zijn veranderd. Je hebt gelijk. Ja. Love goes on. Ja. We gaan onze turban shooten, zo. Dat is wat ik nu ga doen. The sun is still shining, dus we wachten nog even totdat de zon een beetje lager gaat zitten. En dan gaan we schieten. Maar ik heb er nu al zin in. Moet ik af dus. Dit gaat helemaal mis. Lekker zo met mijn hakken in het zand. Ik krijg allemaal zand in mijn hand. Zand overal. Oh. Oh, wat heftig dit. Oh, wat heftig. Het lijkt alsof het dag zijn in de winter. Oh, shit. We hebben bijna weer. We zijn hier bij een restaurant gaan zitten in Den Haag. Ben ik helemaal scherp? Ja, je bent heel scherp. En
Ze heeft een hele lekkere Oreo milkshake besteld. Niet te doen, maar het is heerlijk. Dit is zo heftig. Het ziet er zo lekker uit. Afgestuurd die het is. Ik ben afgestuurd, ja. Ik ben van school afgestuurd. Weggestuurd daar. Maar we hebben echt lekker eten besteld. Ik kan niet wachten tot het eten er is. Ik heb zo'n honger. We hebben zo hard gewerkt vandaag. Het zit overal zand. Overal het zweetje. Zelfs zand op mijn lippen. Dat is wat ik ga doen. Ik ga mijn lippen schoonmaken. Er zit overal zand op. Lipgloss en zand. Oh my god, kijk. Eeuw. Oh, ik ben zo blij dat het voorbij is. Alles voor een foto, hè? Alles voor die foto. Dit is de zwarte turban, die heb ik nu op. Met een hele leuke, gezellige outfit. Ik voel me helemaal fabulous. Oh, jongens. The food is here. Yum, yum. Ja, goedemorgen. Het is zaterdag. Oei, yo. En het regent buiten. En ik was op de markt met mijn moeder om boodschappen te doen. Mijn hele haar is nat geworden. Mijn hele make-up, alles. Mooi. Ik leg jullie eventjes hier neer. Ik heb wel iets leuks gescoord op de markt. Dat is deze. Happy moment! Ik eet niet in chocola, want ik hou niet van chocola. Maar dit zag er zo lekker uit. Dus we gaan dit even... Het gaat er nog niet. Ja, ik mag hem openmaken van mijn moeder. Ik heb leuk. En ik heb deze gekocht omdat er eigenlijk maar specifiek één chocolaatje in zit waar ik nu op dit moment zin in heb. Ik heb natuurlijk ook gewoon dat specifieke chocolaatje kunnen kopen bij de Albert Heijn. Maar deze zak zag er gewoon zo aantrekkelijk uit. Ima, amai. Ima, hij wil niet open. Je bent dacht zo, was mee. Je weet nog verder niet. Voila, ze is hier. We zien dit alsof ze er niet is. Oh, lekker. Kijk, dit is hem dan. Enige echte kleine chocolaatje. Bueno Mini. Zo schattig. Jemma. Mmm. Plakt uit tanden. Maar ach, lekker. Ik heb een idee. Je hoeft een nieuwe gas in de boerke nodig met een chocolatje. Chili is hem, ja? Klaar. En je liefst. Je weet, hè? Ik ga hem op kassen zoeken. Ja? Ja. Goedemorgen lieve mensen, het is officieel 5 juli, zondag 5 juli, de lancering van mijn turbans. Ik ben nu onderweg naar de bestemming waar ik het evenement ga geven. De dames die alles opzetten en de catering, die zijn allemaal al aanwezig. Natuurlijk ben ik weer laat. Maar goed, we zijn aan het racen. Als het goed is ben ik er met 6 minuten. Oh my god, ik heb er echt zoveel zin in. Oh, ik ben ook echt super nerveus. Ik kon afgelopen nacht gewoon niet slapen. Ik kan gewoon niet geloven dat ik echt zoveel, zo anxious was. Ik was zo nerveus dat ik gewoon niet kon slapen. Ik heb het echt in tijden niet gehad. Maar ja, goed, het betekent gewoon heel veel voor mij, het evenement. Dus it's fine. Ik hoop gewoon dat het allemaal goed zal verlopen. En dat ja, iedereen die komt gewoon een leuke tijd zal hebben. Dat is het belangrijkste, denk ik. Zo, ja.
يعني هذه الاختي مصريه. اهلا 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 حبيبتي. Jullie kennen haar waarschijnlijk nog niet, of misschien eigenlijk wel. Arwa, check her out please. Instagram is right here, right here. Thank you so much for coming. Ik waardeer het echt enorm dat jullie vanwege alle omstandigheden hè, waar we nu in zitten alsnog zijn gekomen. Het betekent echt super veel voor mij. Zoals jullie zien heb ik dus vandaag mijn turbans officieel gelanceerd. Dit is iets waar ik al jaren mee bezig ben in mijn hoofd, maar niet in de praktijk. En nu is het eindelijk zover. Ze zijn gemaakt. Handmade turbans. The one and only by Sissi Bollettini. En ik zou zeggen, probeer ze uit. Ze staan daar. Deel het met je vrienden, familie, family, lovers, partners, everybody. En nogmaals, dank jullie wel allemaal voor het komen. En cheers. Dippen. Oh. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar... Ik heb hem gedipt, hoor. Zingen! Dat was mijn... Omeen, maar welk liedje ga je voor ons zingen? Ja. Eén liedje. Vinden jullie niet dat hij liedje? Oké, kies maar welk liedje. Wat jij wel goed kan. Iets wat jij goed kan. Mijn hartslag is al op 120, maar oké. Oké, welk liedje wil je? Welk liedje wil je zingen? Zeg maar. DJ? Ja, zeg het maar. Ik zing van dip. Nee? Superleuk. Hi Turbanista. Hi, yay!
Nou, dames en heren, we zijn met z'n allen eindelijk ergens beland om wat te gaan eten. Wat was dat? Kip. Wat is kip? Ik heb dit besteld. Het ziet er echt zo lekker uit. Maar dat zit dus ook. En Nejua heeft het ook besteld. En er zit kaas in. En we hebben hier nog heel iets gezelligs. En daar ook. En daar ook. En overal. En overal. Maar goed, hier zit dus kaas in. Mien, ga je het snijden? Nee, ik ga het filmen. Ga je het filmen? Allee. Nou, daar komt hij dan, hè. Oh, kijk. Nee. Oeh, oh, not bad. Zou je nog een brood willen dan? Alright. Ja. Ja.